De HTM gaat de dienstregeling aanpassen. De frequentie van de Haagse stadsbussen wordt na 8 uur 's avonds gehalveerd, terwijl de Erasmuslijn overdag vaker gaat rijden. Tramlijn 10 rijdt niet verder dan station Den Haag-Hollandspoor. De aanpassingen zijn het gevolg van bezuinigingen. Volgend jaar gaat de nieuwe dienstregeling in. In Poeldijk heeft dinsdagavond brand gewoed in een woonhuis. De 6 bewoners konden zelf op tijd het huis uitkomen. Niemand raakte gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Door de brand is zoveel schade ontstaan dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen naar huis. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie Hollands Midden vermoedt dat bijna een derde van de aangiftes van straatroof in Leiden vals zijn. Met name mobiele telefoons worden door jongeren vaak als gestolen opgegeven om geld of een nieuwer model van de verzekering terug te krijgen. Hollands Midden onderzoekt de aangiftes. Valse aangiftes worden doorgegeven aan de verzekering. Er dreigt sluiting voor de Haagse knaagdierenopvang Het Knagertje. Doordat er steeds minder donaties binnenkomen, is er nauwelijks geld meer in kas om de huur en leveranciers te betalen. Daardoor was onlangs ook al het water afgesloten bij Het Knagertje in Den Haag. Het Knagertje is op zoek naar donateurs.